shirt uit en zwaaien. Gewoon die handjes in de lucht. Na 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 na. Jongens, ik snap er niks van, hè? Wij wilden eigenlijk iets anders opnemen voor deze week. Ja. Alleen dat kon niet, want het bleek toch dat we daar meer tijd en meer mensen voor nodig hadden. En die waren er niet. Nee. Dus het kon niet. Dus dat komt later. Maar toen had ik in mijn story gevraagd, ja, wat willen jullie anders zien? Want ja, eigenlijk had ik niet echt een ander idee bedacht. In ieder geval niet wat op korte termijn snel kon. Omdat ik wil graag wel weer iets leuks neerzetten. Mm. En iedereen zei maar weer Q&A, Q&A, Q&A. En ik snap het niet. Hoe kan dat nou? We hebben het al zo vaak gedaan. Nou, zo vaak. We hebben het al een aantal keer gedaan. Mm. Maar toch willen jullie elke keer weer een Q&A zien. Nou, oké, dan krijgen jullie die. Dus vandaag gaan we een Q&A doen. Ik heb allemaal vragen op Instagram. We gaan proberen vragen te beantwoorden die we eerder niet hebben beantwoord. En we gaan ook nog een paar andere leuke dingen doen. Oké, Isa. Als je een schatting moet doen over hoeveel je kledingkast waard is. Hoeveel is dat dan? Denk je? De kast gaat open. Boom. En dit is Isa de kast. Hij is nou niet heel mooi. Opgeruimd. Alle kleren. 3, 2, 1. 2000 euro. 2000? Oké. Okay. Ja, maar ik heb niet echt hele dure dingen of zo. Duurste paar schoenen. Die van jou. Denk ik. Deze zijn dat. Ja, die. Ja. Of mijn Sandra's. Die zwarte laarsjes daar. Die zijn ook wel duur, ja. Die waren 2,20. Maar ik heb best wel dure schoenen, maar ik doe ook wel. Zoals die laarsjes die daar staan, waarvan ik net zei dat die 200 kosten. Die heb ik ook al wel... Heel lang. 3 jaar. Ongeveer sinds dat ik jou ken, heb je die. Vraag 2. Ja. Ik ben gaap in mijn video. Oh, sorry. Vind je het zo saai? Nee. Ben ik saai? Nee. Isa vindt mij saai. Helemaal niet. Vraag 2. Is er een ongemakkelijk moment die wij hebben gehad in onze relatie? En weet jij daar een? Nou, die eerste keer dat we zoenden, botsen met onze tand tegen elkaar aan. Dat is misschien een beetje ongemakkelijk. Maar we vonden het niet ongemakkelijk eigenlijk. Nou, we zeiden in ieder geval niet, het is ongemakkelijk. Nee. Want alles wat we de eerste keer deden, zoals bijvoorbeeld uit eten of intiemere dingen, dat was allemaal niet echt ongemakkelijk. Nee, en wij kenden elkaar ook al heel lang, dus we kenden elkaar gewoon goed. Dus daardoor is het ook minder snel. Dan ga je gewoon eerder lachen dan dat het ongemakkelijk is. Draagt Isa strings? Ja. Die kan je nu zien. Echt? Nee, natuurlijk niet. Volgende vraag. Welke ergernissen krijg je een beetje van elkaar als je langer in een relatie zit? Mm. Ik denk wel dat je op het begin erger je niet zo snel aan dingen, ook al zijn die wel irritant. Ja, dan accepteer je meer van elkaar. En het is denk ik ook zo dat hoe langer je met elkaar bent, dus echt zeg maar, wij zijn nu de afgelopen tijd ongeveer, ik denk dat we nu echt al 3 weken samen slapen of zo. Iedere dag samen zijn. En dan merk je toch wel dat je meer sneller gaat irriteren dan dat je eventjes ook alleen bent geweest of zonder elkaar. Ja, maar het is ook meer dat je, als je zo lang samen bent, dan ga je ook, dan pak je ook meer je momentjes voor jezelf. Ja, precies. En dat doe je anders ook niet, dus. Nee, maar waar we dan elkaar aan irriteren? Niet echt ergering. Nee. Het zijn een beetje kleine dingen af en toe, bijvoorbeeld als ik weer eens druk toe ben. Je hebt daar totaal geen zin in. Nee. Volgende vraag. Waarom zie ik Enzo nooit meer? Ja, weet ik eigenlijk niet. Is niet echt expres eigenlijk, denk ik. Maar, we hadden gisteren geappt en we gaan binnenkort weer wat leuks doen. Maar hij is nu op vakantie, dus dat kan nog niet. Maar binnenkort gaan we weer wat leuks doen. Oké, volgende vraag. Welk cijfer geven wij elkaar qua uiterlijk? En dan moet je echt eerlijk zijn. Best moeilijk, hè? Doen we het tegelijk? Nee, zeg jij maar eerst. Dan kan jij nog aanpassen. Nee. Ik weet het namelijk eigenlijk niet zo goed, want weet je wat ik heb? Ik denk ook als je verliefd wordt op iemand, vind je die automatisch gewoon mooi. Nou, dat heb ik in ieder geval. Ik vind jou gewoon echt mooi. Ja. We hadden het ooit ook al een keer over gehad dat... Ja, we weten echt niet of we elkaar wel mooi vonden als we niet verliefd waren. Nou, ik vond je sowieso niet lelijk. Nee, dat zeg ik toch ook niet. Ik zei niet echt mooi. Dat is toch heel anders. Ja. Maar oké, zeg maar, wat denk jij? Ik denk dat ik jou 8,5 geef. Oké, waarom dan? Vind je dat laag? Nee. Oh. Ik dacht eigenlijk dat jij een 7 ging krijgen of zo. Nee, waarom dan? Ik denk zeg maar, ik zou niet zo snel een 10 geven, want ja. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Dat bestaat echt niet, hè. En dan vind ik een 9 ook nog heel erg hoog, zeg maar. Maar ook als je nu aan mij vraagt, ja, wat vind ik niet mooi aan jou, dan weet ik het eigenlijk niet. Zeg maar niet dat ik alles zo super mooi aan jou vind, dat klinkt heel slijmerig.
Maar het is nou niet echt iets, als ik iets aan jou zou mogen veranderen, wat ik dan echt zou doen. Ik heb geen idee. Nee. Oké, ik heb dan... Nou, ik zit wel tussen een 8 en 9 ook wel. Maar ik heb wel één ding wat ik niet zo mooi vind aan je. Dat is die teennagel. Ja, maar daar kan ik echt niks aan doen. Nee, die zat vast in je skischoen. Kijk, hier zijn de tenen zijn verrompeld door een skischoen. Rip. Voeten zijn sowieso vrijmatig. Maar nee, ik denk ook wel tussen de 8 en 9, want ja, tuurlijk, er zijn altijd wel. Er zijn ook wel mensen die ik ook mooi vind. Andere mensen. Maar ik heb niemand waarvan ik echt denk. Dat is gewoon een 10. Oké, gaan we iets leuks doen nu? We gaan iets proberen. Ik ben namelijk heel benieuwd. Ik zag iemand dit tegen mij zeggen. Ook niet in deze vragen, maar ergens anders. En ik heb het gisteren tegen jou gezegd. We gaan dus een van mijn beste vrienden bellen. En dan zeg je zo van ja. Quinn en ik zitten even, die hebben een beetje ruzie. Maar ik wil weten of die wel echt met jou heeft afgesproken. Snap je? Ja. En dan kijken of diegene mij beschermt, ja of nee. Snap je? Oké, maar wie gaan we dan bellen? Gewoon Daan en Roefat allebei. Ja, maar met Roefat heb je echt afgesproken. Ja, maar dan zeg je bijvoorbeeld van... Ja, maar ik kan dat niet. Ik begin dan te lachen. Nee, niet lachen. Je kan dat wel, dat is leuk. Ja, zo van... Gisteravond is Quinn boos weggegaan en zei hij dat hij naar jou toe ging. Was dat echt zo of is hij ergens anders heen gegaan? En kijken of hij dan... kijken of hij dan ja zegt. Ik wil weten of zij mij beschermen. Ja, maar hoezo zouden ze jou beschermen? Dat doet toch een vriend voor jou? Ja, oké. Okay. Als de vriendin maar van Daan... Maar zou jij dan niet Daan zelf bellen en zeg maar, stel dit was andersom. Dat Mike jou zou bellen en die zou zeggen, ja, Daan zei dat hij naar jou was, maar hij was helemaal niet bij jou. Dan zou je misschien wel tegen Mike zeggen, ja, hij was wel bij mij. Maar zou je dan wel Daan gaan bellen, zo van, joh, waar ben je? Ja, nee. Oh, misschien is er wel iets heel erg aan de hand en is die, weet ik veel wat aan. Nou, ik zou in ieder geval wel vragen, joh, gaat het goed tussen jou en Mike? Maar ze belde mij en ik heb gezegd dat je wel bij mij was. Ja. Zij zei dat dat zo was. Ik zou wel liegen, sowieso. Probeer even serieus te doen. Ik ben echt benieuwd. Hallo, is Quinn bij jou? Tenminste, gisteravond. Goeiedag. Hoi. Hoi. Je doet al veel te blij. Je had ruzie met mij. Hij hoort mij niet. Ja, maar je had ruzie met mij. Doe je hij toch niet zo blij? Niet. Hoi. Ja, ik had gisteren ruzie met Quinn, maar... Ik zei hij mag niet dat ik ruzie ja, had. Dat moet je wel zeggen. Nee, ik ga gewoon appen. Nee. Hij hoort mij niet. Oh, shit. Hij hoort mij niet. Wat heb je nou weer verstomme telefoon? Mijn telefoon doet het niet. Maar je moest wel zeggen dat je ruzie had. Ik ga nu appen, jongens. Maar wel zeggen dat je ruzie had. Is dat zo? Ik kon zijn locatie niet zien. Gisteravond. Oké, okay, Daan vraagt nu of het vandaag was of gisteren, wat zeg maar wat Isa bedoelt. Zou die liggen? Hij trapt er niet in. Hoezo? Ja, hij trapt er wel. Zie je, hij zegt niet. Oké, Daan, bel mij. Even stil. Yo. 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 Het is ruzie. Ja, gast. Wat dan? Wat dan? Ja, dat zegt hij nu. Wie zegt dat? Isa. Huh? Waarom? Omdat jij bij mij dat gedaan. Oh ja, ik had dat tegen haar gezegd omdat ik boos wegging. Maar je moet je even tegen haar zeggen ja, dat dat echt zo is. Ja, maar kom je vandaag nog? Vanmiddag, ja, weet ik nog niet. Moet even kijken. Kijk, gelijk even uitleggen. Ja, is goed. Ja? Ja, is goed. Ja. Oké, joh. Ah, hey gelijk, wat is er? Ah, oh, dat vind ik schattig. Maar gaat hij kijken of hij nu gaat zeggen, ja? Kijk wat hij nu gaat zeggen. Oh, ik wil echt weten, want hij kan echt niet snel improviseren. Nou, als ik was echt in het spel, je had hem gebeld, dan had hij het echt niet goed gedaan. Oh, hij appt nu. En? Oh, ik heb er heet van. Hij zegt niet eens van gisteravond. Nee, kut. Maar hij heeft het zeg maar een soort van... Hij heeft het soort van door, maar soort van niet. Nee. Nou, grappig. Oké, okay, hij heeft me dus half beschermd eigenlijk. Hij heeft niet nee gezegd in ieder geval. Yo! Yo!
Ja, we wilden even kijken of je zou, zou liegen voor mij. Dat dacht ik dus al. Ja, wij dachten dus al dat jij dat dacht. Ja, precies. Want ik zei al, ik kan me niet voorstellen dat het zo erg is. Ja. Zo erg, hè? Ja, had hij wel weer goed, hè? Shit, sorry, wij kunnen maar het maar gewoon maar ik zei al dat tegen Quinn, dat gaat nooit lukken, want Daan kent ons toch goed. Ja, maar ja. Je hebt wel half gelogen, dus bedankt. Ja, alsjeblieft. Oké, okay, yo. Yo. Oh, dit was grappig. Ik vond het leuk. Ja? Ik wil het heel graag een keer proberen. Oké, okay, deze test is op zich redelijk geslaagd, maar ja. Iedereen kent ons zo erg als we hebben nooit ruzie, dat hij het eigenlijk al niet zo kon voorstellen dat het zo erg was. Maar dat is ook zo, want wij hebben nooit zo erg ruzie. In ieder geval, als we ruzie hebben, komen we er altijd binnen dezelfde dag nog wel weer uit. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze Q&A. Hopen vonden jullie leuk. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer hier beneden. En binnenkort meer video's. We gaan leuk weer doen. Ja. En? Dinsdag is het voor het eerst weer. Vind het weekend. Dus dat is ook leuk. Dus mensen, we zien jullie sneller.